U kunt de positie van de voorstoelen aanpassen met behulp van deze bedieningselementen aan de zijkant van de stoel. Als uw auto is uitgerust met elektrisch verstelbare stoelen, kunt u deze schakelaar naar voren of naar achteren duwen om de stoel in die richting te verplaatsen. Door het midden van de schakelaar in te drukken of omhoog te trekken, past u de hoogte van de bestuurdersstoel aan. Als u de zithoek wilt verstellen, duwt u deze schakelaar naar achteren totdat deze de gewenste positie heeft bereikt. Duw de schakelaar naar voren om de rugleuning weer rechtop te zetten. Gebruik deze hendels om de stoelen te verstellen in auto's waarbij dit handmatig gebeurt. Gebruik deze hendel om de steun van de lendensteun te vergroten of te verkleinen. Als uw stoel eenmaal is ingesteld op de gewenste positie, kunt u de positie van het stuurwiel aanpassen. Trek deze hendel omlaag en plaats het stuurwiel in de door u gewenste rijpositie. Naar u toe, van u af, omhoog en omlaag. Duw vervolgens deze hendel omhoog om de stuurwielpositie te vergrendelen. Als uw auto verwarmde voorstoelen heeft, kunt u de warmteinstelling regelen met deze schakelaars. Druk verschillende keren om te schakelen van hoog naar gemiddeld en laag of naar uit. De hoofdsteunen van uw auto moeten dusdanig worden afgesteld dat het midden een rechte lijn vormt met de bovenkant van de oren van de passagier. Trek aan de hoofdsteun om deze hoger te zetten. U kunt de hoofdsteun verlagen door de vergrendeling in te duwen en vast te houden, terwijl u tegelijkertijd de hoofdsteun omlaag duwt. De stoelen van de achterbank kunnen naar beneden worden geklapt. Als u bij hatchback-modellen op deze knop bovenop de rugleuning drukt, zal de stoel zakken. Open op sedan-modellen de kofferbak en trek aan deze hendel voor de rugleuning die u wilt neerklappen. Open dan het portier en klap de stoel voorwaarts neer. Als u de stoel weer rechtop wilt zetten, moet u ervoor zorgen dat de veiligheidsriemen goed worden geleid. Raadpleeg uw instructieboekje voor meer informatie.